Vandaag gewoon vier voor de herfstimpressie naar de Katrager Beemden. En Stef Keulen, die gaat ons vandaag vergezellen op deze tocht door die Beemden. Een afgesloten gebied, wat voor al in diverse jaren die getoond hebben. En wat voor dus nu in de herfsttooi. De kleuren zijn nog niet helemaal, maar de blaren beginnen al aardig te verkleuren. Stef, Katrager Beemden, we gaan eens kijken vandaag in die Katrager Beemden en ik zie dat hier van alles gebeurd is. En ik had altijd het idee, in een natuurgebied gebeurt eigenlijk niks. Dat laten ze gewoon zijn gang gaan. Nou, wat je ziet is dat hier gemaaid is. Je gaf al aan, het gebied is afgesloten. Het is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. En het maaien is nodig om het vroegere beheer na te bootsen. Dit waren graslanden. En door het regelmatig te maaien geef je allerlei planten een kans die anders overwoekerd worden als het helemaal bos gaat worden. En dat gebeurt er als je het niet gaat maaien. Nou, dat is wat hier dus nu uitgevoerd wordt. Het vroegere maaibeheer. Alleen nu met reden om planten in stand te houden en niet meer om bijvoorbeeld hooi te winnen om het vee mee te voeren. Vee. Ik zie hier weinig vee. Ik zie hier ook weinig wild. Normaal zou je zeggen die vegetatie wordt door het wild en het vee bijgehouden. Is hier helemaal niks meer van wild en vee in deze omgeving? Nou, in het natuurgebied zelf loopt geen vee. En ja, het is heel erg nat. Dat zou toch wel problemen voor die beesten geven. Er zijn best wel dieren die daar tegen kunnen. Maar dat betekent ook weer dat het volledig afgerasterd moet worden. Brengt natuurlijk weer hoge kosten met zich mee. Nou ja, het ligt aan het beheersplan dat een vereniging als Natuurmonumenten maakt. En dat ligt weer aan de doelen die men gaat nastreven of ze dat wensen of niet. Ander vee, tussen aanhalingstekens wild, dat is er natuurlijk in grote mate aanwezig. Maar niet de echte grotere dieren zoals reeën, herten, zwijnen en dergelijke. Want hieromheen zijn er erg veel wegen die ze dan moeten oversteken. En dat gaat vroeg of laat altijd wel ergens mis. Dassen, dat is zo'n beetje het grootste dat je hier tegenkomt. Dan vossen en heel veel kleinere dieren die nu heel erg ruim dekking hebben. En zich niet laten zien aan ons, want wij zijn een verstorende factor. Wij gaan in ieder geval eens kijken of wij niet te veel gaan verstoren, maar er zullen gegarandeerd vandaag nog heel wat vragen bij me opkomen om jou dadelijk eens een keer voor de kiezer te zetten. We gaan eens kijken. Stef, hier op deze vloer zien we wat vloer. In dit moerasgebied zien we allemaal van die witte plekken liggen. Is dat een of ander poedermeel wat hier afkomt stromen? Wat is dat? Ja, je denkt natuurlijk aan viezigheid, hè? Aan verontreiniging die hier aan de oppervlakte komt. Maar dat is niet zo. In de bodem leven allerlei soorten bacteriën. En wat je hier ziet is de activiteit van zwavelbacteriën. Dat witte spul dat aan de bodem daar zichtbaar is, is dus zwavel die uitkristalliseert. Wat je hier mooi aan kunt zien is dat als het water maar regelmatig wordt aangevoerd en de stand ervan niet al te veel gaat verschillen, je ook een constante kwaliteit van het spul aan de oppervlakte krijgt. Je kunt je voorstellen als het ene moment hier heel weinig water is en het andere moment heel veel water, die bacteriën doodgaan, dan weer opnieuw moeten komen enzovoorts. En dat je dus een heel wisselend voedingspatroon voor de planten krijgt die daaromheen groeien. En daar kunnen ze lang niet allemaal tegen. En dat is wat dit gebied bijzonder maakt, een van de zaken die het bijzonder maakt. De waterstand is hier heel erg regelmatig op dezelfde hoogte. Bacteriën doodgaan, hoe komen die dan weer terug? Bacteriën bevinden zich overal en als er een goed plekje aanwezig is waar ze kunnen groeien, zullen ze gewoon via de lucht, via wind, sporen die meewaaien, wel weer op dat plekje terechtkomen. Maar het duurt natuurlijk enige tijd voordat ze zich zo sterk ontwikkeld hebben dat ze weer die activiteit kunnen ontplooien die je hier nu ook ziet. Daar is tijd voor nodig. Stef, ik zie hier in dit mooie natuurgebied allemaal vlaggetjes aan. Is hier een kinderfeestje geweest of zo? Ja, dat zou je wel kunnen denken, maar het is toch iets anders wat er gebeurd is. In dit gebied is beheer uitgevoerd, er is gemaaid. Nou, de mensen die moeten maaien, die kunnen niet de hele tijd zien waar ze lopen met hun machine. Om dat nou duidelijk te maken dat er bepaalde plekken zijn waar niet gemaaid moet worden, zijn er vlaggetjes neergezet. Nou, die plekken die hebben alles te maken met een onderzoek dat door een student van de Universiteit Wageningen hier is uitgevoerd. Die heeft de hydrologie van het gebied onderzocht, zeg maar het wel en wee van het water, in combinatie met de planten en dieren die er voorkomen. Je zou zeggen van dit gebied moet toch al lang helemaal uitgebreid onderzocht zijn als het zo belangrijk is, maar dat is echt niet zo. Men weet iets van de planten, iets van de dieren, maar hoe dat nou samenwerkt en hoe dat samengaat met alles andere dat maakt dat dit zo'n bijzonder natuurgebied is, daar weet men nog nauwelijks iets van. En daar wordt nu wat onderzoek naar gedaan. Ik heb het gevoel dat wij tegenwoordig alles willen weten. Natuur, die ontwikkelt zichzelf en die laat zich niet dwingen door de mens en toch probeert de mens grip te krijgen op de natuur. En je ziet dat dat niet altijd wil lukken.
Nou, je zegt het goed. Natuur ontwikkelt zichzelf. Maar waar we eigenlijk grip op proberen te krijgen hier zijn die laatste restjes natuur. Wij wonen met een groot aantal mensen op een heel klein stukje van de aarde. En we willen daar natuurlijk onze eigen plek hebben. Tegelijkertijd willen we dat die laatste restanten waardevolle natuur bewaard blijven. Nou, zou het nu 300-400 jaar geleden zijn en hier die kathagebeemden die zouden om wat voor reden dan ook hun rijkdom verliezen, dan zou dat 3-4 kilometer verderop zou alweer een nieuw gebied ontstaan met dezelfde planten en dieren. Die zijn immers in de omgeving aanwezig. Nu kan dat niet meer. Vergelijkbare gebieden zijn heel erg zeldzaam geworden en zeker niet dicht in de buurt. Nou, wil je dan dat dat wat zo waardevol is bewaard blijft, dan moet je er alles van af weten. Want elke handeling in de omgeving die je uitvoert kan leiden tot het verlies van de laatste mooie stukjes die we nog hebben. Dit is een russula. Dat is een groep van paddenstoelen waar heel veel soorten nog in voorkomen. Ik zou hier wat meer van moeten gaan bekijken om op te zoeken welke soort het precies is. Maar ook zonder naam is hij natuurlijk erg mooi, hè? De zwam die daar aan de zijkant van het restant van die populier zit, is heel duidelijk een tonderzwam. Er zijn twee tonderzwammen die hier algemeen zijn. Dat is de platte en de dikrand tonderzwam. De platte tonderzwam is schijfvormig. Deze is duidelijk dikker en daarom denk ik dat het de dikrand tonderzwam zal moeten zijn. Stel, als ik hier zo rondkijk, ik zie hier populieren staan. Die zie je ook dat het meeste aan het afbreken zijn. Daar zijn erbij die zijn al helemaal geel, daar zijn erbij die zijn helemaal groen. Wat is daar de reden van en hoe komen die hier? Nou, die populieren die zijn hier aangeplant in een tijd dat dit gebied nog meer agrarisch was. Populieren die staan erom bekend dat ze gigantische hoeveelheden water kunnen opzuigen. Dat ook doen verdampen en dus eigenlijk de ondergrond wat droger maken. Vandaar dat je veel weilanden die eigenlijk te nat zijn om goed agrarisch te kunnen gebruiken, beplant ziet met populieren en dan kan men er wel vee op laten lopen. Nou, dit is natuurgebied geworden. Dat is één reden waarom die populieren hier nu een beetje verdwaald zijn. En de tweede reden is, het gebied is veel natter geworden. Hier zit namelijk veel activiteit van de mijn onder, de emmer. In de tijd dat die mijnen verlaten werden, begonnen gangen in te storten. Er was wat beweging neerwaarts, zeg maar. En dat is hier zoveel geweest dat het water dat toch al dicht bij de oppervlak stond, nu nog wat hoger kwam te staan. Net boven het oppervlak en langduriger aan het oppervlak. Populieren kunnen daar niet tegen. Ze staan met hun wortels in de grond, net als bij iedere andere boom. Maar die wortels die leven en die hebben lucht nodig. Nou, als nu zo'n populier met zijn wortels in de grond staat, gaat hij heel oppervlakkig wortels maken. Hij spreidt ze. Hij steekt boven de andere bomen uit. De wind krijgt er vat op en vaak kiepen ze om. Nou, dat is de reden waarom je hier een aantal omgevallen populieren ziet. Nou, wat je dus ook ziet is dat de andere bomen die hier staan, die beginnen te kwijnen. Ze voelen zich niet prettig meer. Ze beginnen al vrij vroeg hun blad te laten vallen, al vrij vroeg geel te laten worden. Nou, zo'n populier als die waar die zwam in staat, die is beslist nog waardevol in dit natuurgebied. Want ja, begin maar voor jezelf na te gaan. Er leven een aantal paddenstoelen in die anders moeilijk op andere plekken zouden kunnen groeien. Er ontstaan holten in waarin vogels kunnen nestelen. En de paddenstoelen die er staan, die gaan op een gegeven moment ook wel dood. Gaan bepaalde insecten leven. En door de hout leven insecten, komen er massa's pechten op af. Peter gezegd, het wordt een onderdeel van een hele cyclus van allemaal dingen die samenhangen. En daarin speelt het dan ook een heel belangrijke rol. Door de hout, als het even kan laten staan. We ruimen al zoveel op in Nederland. Je hebt hier net een stengel opengebroken van een grote berenklauw die helemaal uitgedroogd was. Waarom heb je dat gedaan? Nou, om te laten zien dat heel veel dieren die je nu niet meer ziet een schuilplaats gezocht hebben. En bij deze stengels is dat eigenlijk dubbelop. Aan de binnenkant zit een zacht merg en pissebedden die vinden dat heerlijk. Die vreten dat op. Je ziet dan ook hier
korreltjes liggen. Dat zijn de uitwerpselen van ze. En tegelijkertijd zijn ze beschermd tegen de ergste kou als bijvoorbeeld de nachtvorst zoals nu goed begint. In dergelijke stengels zie je ook vaak slakken zitten. Die vreten ook van dit binnenste. Maar als het echt kouder begint te worden, dan zoeken ze de bodem op. Zowel die pissebedden als de slakken. Pissebedden kruipen weg onder hout, blijven daar verstijfd zitten totdat het weer wat beter wordt. Die slakkensoorten die hier op en in voorkomen, die kruipen in de bodem. Die graven dus echt een gat. Je zou zeggen van, ze hebben toch geen handen, geen voeten, ze kunnen het niet. Jawel, met de zool waarmee ze kruipen kunnen ze ook een gat graven. Dekken zich met aarde toe achterin en blijven daar zitten wachten tot het weer voorjaar wordt. En dan kunnen ze eitjes gaan leggen en beginnen het spel weer opnieuw. Oké, we gaan eens even kijken of hier ook nog iets bijzonders in zit. Het weer is gelukkig nog goed, dus ik verstoor... Oh ja, kijk eens. Er zijn meer dieren die daar gebruik van maken. Dan zie je hier bijvoorbeeld de pissebedden weer. Maar je ziet er ook duizendpoten die ook daar zitten. Daar loopt nog een pissebed. De oorworm die ik zag, die is nog in dit gedeelte gekropen en vindt het blijkbaar zo verontrustend dat ik hem niet verder meer ga verstoren. Ik leg dit weer terug tussen de vegetatie, mag hij daar weer verder zijn gang gaan. Dit is het restant van een vrij grote populier die waarschijnlijk gekapt is of misschien ook gewoon omgevallen is. Maar wat er overblijft is voor veel dieren, planten en dus ook schimmels duidelijk nog een heel erg goede voedingsbodem. Hier staan op dit moment verschillende soorten paddenstoelen op. Dat daar is de stobbezwam. Dit is een zwavelzwam, ja, dit ook. En dit hier is een oud exemplaar daarvan. Maar het ziet er bij elkaar best mooi uit. Je ziet dat al veel dieren zich beginnen te verbergen voor de winter. Hier zitten een aantal pissebedden onder, makkelijk te herkennen. Verschillende soorten slakken. Een glansslak, een boerenknoopje. Deze die heet de tijgerslak. Als ik het nog een beetje draai, dan kun je misschien de strepen op zijn lijf zien. Zo komt hij aan zijn naam. Wat hij nog niet weet is dat hij deze winter niet zal overleven. Hij heeft eieren gelegd in de bodem. Zo gauw het echt koud gaat worden, gaat vriezen, gaat hij dood. Die eieren die overleven het wel. En in het voorjaar vind je van deze soort dus alleen maar hele jonge dieren die langzaam in het seizoen weer groter worden en zich dan weer kunnen gaan voortplanten.